Een aantal bewoners van de Dikkenbergweg in Bennekom wil in de toekomst aardgasvrij wonen. Om dat te bereiken werken de bewoners samen met de gemeente Ede aan een plan en is onder meer het gasverbruik van de verschillende woningen onder de loep genomen. Toen bleek dat de bewoners van een woning uit 2010 in de straat, tegen de verwachtingen in, bijna hetzelfde gasverbruik hebben als een woning van de buren, die in 1954 is opgeleverd. Tijd dus om uit te zoeken hoe dat komt. Waar we vanmorgen naar kijken is naar de luchtdichtheid van de woning. Of eigenlijk de niet-luchtdichtheid. Waar kiert de woning? Waar giert nou al die energie weg? Langs welke routes? Dat is waar we vanmorgen naar gekeken hebben. En daar hebben we een aantal testen gedaan. Dat betekent dat ze gaan kijken waar er lucht ontsnapt als je er druk op zet. En dus waar energie verloren gaat. Mensen denken altijd dat isolatie belangrijk is. Dat is ook zo. Maar luchtdichting is ook belangrijk. En dat hebben we vanmorgen aan de buurtbewoners en de energieadviseurs die hier bij dit project betrokken zijn laten zien. We hebben gekeken naar hoe een woning niet luchtdicht is op dit moment en hoe je hem luchtdicht zou kunnen maken. Nou, dit gebeurt in het kader van het renoveren van woningen. We willen met z'n allen ook in Ede van het aardgas af. En er moet heel veel gebeuren om bestaande woningvoorraad zover te krijgen. Dit soort testen helpen mee om inzicht te krijgen, meetgegevens te verzamelen en met elkaar te kijken van joh, wat is nou eigenlijk de opgave en wat moet er juist gebeuren. En om dat te laten zien werd er gebruik gemaakt van rook, overdruk en onderdruk. Bij zowel de woning uit 1954 als de woning uit 2010 werden de tests uitgevoerd. En niet geheel onverwacht lekte er op verschillende plaatsen uit de woning van 1954 rook. Maar ook uit de woning uit 2010 lekte er rook. En zo mogelijk nog meer, zoals hier bijvoorbeeld goed te zien is. En dat zorgde bij de bewoner toch wel voor een verrassing. Wat ik nu ontdekt heb, dat er wel heel veel kieren zitten in mijn woning die ik niet verwacht had. Bijvoorbeeld langs de kozijnen bleek het heel erg te lekken. En dat had ik echt niet verwacht.